al 6 jaar lang krijgen jullie, fans van deze eindexamenkandidaten, onduidelijke informatie wat betreft deze school. Het merendeel van deze eindexamenkandidaten zelf vertelt erg geringe informatie, zodat de ouders naar meer moeten zoeken. Op de schoolsite, op voorlichtingsavonden of erger nog, ouderavonden. Sommige ouders met een extreme honger naar informatie bekijken zelfs Magister. Ondanks al deze informatiebronnen blijven er onduidelijkheden. Ik doel dan niet op locaties voor sportdagen of data van schoolfoto's die vervolgens op dezelfde dag als het survivalen bleken te zijn, maar op één enkel zinnetje dat telkens terugkomt. Het blijft maar vraagtekens oproepen. Kleine school, groot resultaat. Echter, nu het moment is aangebroken dat mij praktisch niks meer kan gebeuren, behalve het moeten inleveren van mijn diploma, zal ik dit zinnetje verhelderen en jullie informeren over wat dit grote resultaat nu daadwerkelijk is. Jullie moeten namelijk weten dat door de gangen van het Lyceum Bisschop Beckers een ander soort wezen rondloopt. Biologisch gezien een mens, maar in de volksmond een fanatiekeling. Onze school zit er vol mee. En erger nog, ze steken de normale mensen aan. Deze fanatiekelingen profileren zich allemaal op een andere manier. De meest herkenbare fanatiekeling is degene die zelfs in de meivakantie naar school toe komt om te genieten van wiskundesommen. Minder extreme varianten, maar nog steeds uitzonderlijk, zijn degenen die elk BG-uur, bevlogen als ze zijn, bezig zijn met de lesstof. Uiteraard lopen hier ook fanatiekelingen rond van een heel ander kaliber. Niet meer of minder. Er is er een ontzettend fanatiek in roddelen. Niemand ontkomt aan haar verhalen over de gedichten die haar internetstalker haar toestuurt. Een ander voorbeeld is de fanatiekeling in slow living. Hij zet de pauze door tot in het klaslokaal met koffie en versnaperingen als peperkoek. Zijn tegenovergestelde is onze ninja. Hij is bedreven in vechtkunsten en te herkennen aan de collectieve meditaties die hij organiseert in het klaslokaal. De Lord of Socializing, die iedere ochtend zijn skills traint bij de schoolpoort door elke passant te groeten, is ook een gevaarlijk fanatiekeling. Ook is er hier op school een paparazzi-fotograaf. Een fanatiekeling in sentiment, die elk stapje in onze ontwikkeling, van klasseuitje tot eerste sigaret, fotografeert. Vanwege het grote aantal van dit soort wezens is het besmettingsrisico niet te overzien. Vastbesloten als ze zijn, hun bevliegingen over te brengen op anderen. Anderen warm te laten lopen. Enthousiasme is dan ook een van de eerste symptomen. Uiteraard proberen sommige fanatiekelingen zich te vermommen, in de massa op te gaan. Maar uiteindelijk kan geen één zich verbergen. Hun grote geheim is namelijk dat de enige plek waar zij kunnen neerstrijken, zoals vogels op een tak, voor fanatiekelingen een stoel met wieltjes is. Ze zijn dan ook wel bekend als leraren. Na 6 jaar bloot te hebben gestaan aan het gevaar van besmetting, moet ik helaas erkennen dat met meer of mindere symptomen voor fanatisme het de leraren gelukt is om elk van deze eindexamenkandidaten een deel van hun bevliegingen over te brengen. Dankzij meneer Wig, die over de kunst van het improviseren van lessen beschikt, heeft Niels Aert zijn examens zonder enige voorbereiding kunnen maken. Anne Duivenstein heeft in al deze jaren mevrouw Maatman goed bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat Fashionably Late echt de beste entree is. Mevrouw Upperman, bevlogen door de toevoegingen die de nieuwe technieken bieden voor het onderwijs, heeft Matthijs Bobbe kunnen inspireren wat betreft de toevoeging van een mobieltje in de les. Mevrouw van den Kerkhof heeft Sjoerd van Bergen enthousiast kunnen maken over een onderwijssysteem waarbij hij zelf kan kiezen
welke lessen een toevoeging zijn voor zijn ontwikkeling. We hebben hem niet zo vaak meer gezien. Van samen YouTube-filmpjes kijken, tot uitnodigingen om tot zelfs na de examens Frans te volgen, hebben deze fanatiekelingen met succes alles uit de kast getrokken om hun bevliegingen op ons over te brengen. En dit is dan ook voor deze kleine school het grote resultaat.